U bent mede-eigenaar van café Stairway to Heaven, een café aan de Mariaplaats in Utrecht. De leeftijd om legaal alcohol te drinken is per 1 januari 2014 verhoogd. Wat vindt u van deze maatregel? Kost u ook veel omzet voor uw café, of? Nee, dat maakt niet uit. Of mensen nou een biertje drinken of een colaatje, dat maakt in principe natuurlijk niet uit. Sterker nog, op cola verdien je meer. Dus, ja. Maar het past helemaal binnen het beeld van de moralisten die het in Nederland weer voor het zeggen hebben. Onlangs was u ook in het programma Knevel van de Brink. Daar was u in discussie met de burgemeester van Katwijk, Jos Wiene, die een voorstander was van het gebruik van loctiners. U was het daar niet mee eens. Wat zijn uw bezwaren tegen het gebruik van deze loctiners? Ja, mijn bezwaren, dat zijn bezwaren die gehonoreerd zijn. Ik bedoel, de gemeente Utrecht is ermee opgehouden. Om de simpele reden dat het niet wettelijk is toegestaan om na 11 uur 's avonds mensen onder de 18 jaar in de horeca te laten werken. Wat? En dan overtreed je namelijk de wet op de kinderarbeid. En de wet op de kinderarbeid overtreden is iets zwaarder dan een overtreding of je toevallig iemand ertussen doorloopt. Ja. Dus de gemeente Utrecht is ermee opgehouden. Eerst zei ze nog, we betalen ze niet. We betalen die mensen niet. Ja. Dat is toch veel erger natuurlijk, want mensen die niet mogen werken volgens de wet op kinderarbeid en niet betaald worden, dat heette vroeger slavernij. Nou, u was een paar weken geleden zelf ook slachtoffer van deze lokjongen. Wat voelde zich u misleid destijds? Ja, ik voel me niet zo gauw wat. Het is, kijk, het was puur pesterij van de gemeente. Ze hebben een bloedhekel aan me, omdat ik nooit kritiek op ze geef. Ja. Ik ben de enige in Nederland die ooit een bekeuring heeft gekregen. Het grappige is dat de andere zaken in Utrecht, waarbij bijvoorbeeld een journaal in Utrecht, waar precies hetzelfde gebeurt, die kregen een waarschuwing. Uitsluitend te wijten aan het feit dat ik mijn mond open trek. Dat vindt de gemeente niet zo leuk. Nee. Nou, u krijgt een boete van €1300. U gaf toen aan dat u deze eigenlijk niet wilde betalen. Hoe is deze zaak afgelopen? De gemeente heeft mij gelijk gegeven en de boete is ingetrokken. Ja, de enige reden waarom ze mij gelijk gaven, is niet omdat ik gelijk had. Ja. Maar omdat een juridische adviseur zei dat het proces door de gemeente verloren zou worden. En dat volgens mij vervelende publiciteit. Maar als ik aan mijn half gedacht hadden dat ze het konden winnen, hadden ze het gedaan hoor. Ja, nou, dit was het. Oké, dankjewel. Bedankt. Doei. Doei.